Netwerk is een belangrijk onderdeel, denk ik. Want je wilt gewoon weten wat er speelt. Wat eigenlijk nog leuker is om te zien wat er op dit moment gebeurt in de cleantech sector. Netwerk is handig, maar ik wil graag ook een overzicht hebben. Mijn passie is zelf ook, gaat uit naar cleantech en ook van onze leden. Dus die willen graag weten wat gebeurt. Er is een soort van energie die heerst onder deze type studenten waar ik mee omga. Die willen graag vooruit. En op de Cleantechs Business Day kon je dus zien welke innovaties er nu plaatsvinden. Waar is het bedrijfsleven mee bezig? Dus vooral dat gevoel, dat mensen, ondernemers, jongeren, studenten die graag vooruit willen. Dat gevoel werd daar voor ons zichtbaar gemaakt en hebben wij ook overgebracht naar onze leden na het evenement. Cleantech is behoorlijk breed. Ik kijk vooral vanuit de energiekant. Maar je kan denken aan systeemintegratie. En dan als ik het alleen betrek op energie, kan je bijvoorbeeld denken aan opslag, windmolenparken en zonnecellen op daken. Dat wordt nu allemaal losstaand gezien. Maar als we dat als één systeem gaan zien, dus systeemintegratie, daar zullen denk ik de meeste innovaties gaan plaatsvinden. Dus denk niet aan één oplossing, aan een technologische oplossing, maar denk ook aan een systeemoplossing. Waar niet alleen technologie van belang is, maar ook de businesskant. Want die wordt vaak vergeten, vooral bij ons op de TU Delft. We zijn vooral bezig met techniek. Maar zoals hier op JES Delft staan, waar het om gaat om juist jonge ondernemers, technologen op te starten, up te scalen, wordt ook de businesskant heel erg interessant gemaakt. Ja, de cleantech sector is nu een vrij groot begrip waar meerdere thema's onder vallen. Denk aan water, denk aan energie, aan klimaat. Een soort verzamelbegrip. Maar aangezien cleantech eigenlijk ook de technologieën of de bedrijvigheid vormt waarbij we toekomstige generaties niet schaden, denk ik dat cleantech een soort van norm wordt waar de naam cleantech op ten duur zal verdwijnen. Maar de innovaties die we gaan zien, denk ik vooral aan systeemintegratie, wat ik eerder benoemde. Maar denk ook aan business innovatie. Een voorbeeld is Elon Musk, dat is de CEO van Tesla Motors. Naast dat zij een heel innovatief ontwerp hebben gemaakt van een auto, elektrische auto, en dat een heel, heel cool begrip eigenlijk hebben meegegeven, hebben ze nu ook hun hele data opengegooid. Dus dat heeft niks met technologie te maken, maar dat gaat echt om een business model die ze veranderen. Radicale innovatie zou je dat kunnen noemen. En eigenlijk zijn we daar ook naar op zoek. Niet alleen naar technologische innovatie schoon zijn, maar ook naar business innovatie. Op een hele andere manier nadenken hoe we met onze klanten of met onze consumers interactie hebben. Ja, als de Delft Energy Club zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. We willen graag ons netwerk verbreden om onze leden, de studenten van de TU Delft, te kunnen bedienen. En wij zijn dan vooral geïnteresseerd in het thema energie in de cleantech sector. En op de Cleantech Business Day hebben we ons netwerk kunnen uitbreiden, nieuwe kansen ontdekt, nieuwe bedrijven ontmoet. Maar ook bijvoorbeeld organisaties, overheidsorganisaties, om daar ons voordeel mee te doen. En dat is ons prima bevallen.